1 uur, het is etenstijd. Op het menu staat onder meer paling in het groen. Een Vlaams gerecht voor de anderstaligen. Maar je viens van goûter les anguilles. Je n'ai plus mangé d'anguilles depuis très longtemps. Il y a du gibier là, wat je voulais. Vlamingen worden dan weer in de richting van een Waals gerecht gestuurd. Nu had ik toch gedacht dat jij een forel in boterzout zou weten. Dat is zo. Ah, ja, natuurlijk. Voor een leider van uw kaliber is dat toch zeker. Ja, ja. Bart de Wever probeert overal hetzelfde grapje uit. Al begrijpt niet iedereen de verwijzing naar het tv-programma Plat Préféré. Nu weten we eigenlijk wat dat morelke forelke, wat dat van maakt. Morelke forelke. Ja, dat is forelke, dus 88 meer dan ooit. Forel, boterzout, morel, dat is één grote. En aan de andere tafels wordt de politieke discussie verder gezet. Je crois que le Vlaams Belang va tomber enfin, une dizaine de pourcentage. Maintenant, ils ont 24. Dizaine de pourcentage, vous pensez vraiment que de moitié? Zeg, ze hebben hier uw plat préféré, forel in botersaus. Is het waar? En niks voor u. Hoe was het met de kroost? De laatste keer dat ik die gezien heb, zagen die er goed uit, maar dat is ook al wel een jaar geleden. Maar zelfs de keuze van het dessert wordt een evenwichtsoefening. Ik ga een suikerwafel nemen. Ik zal het evenwicht hebben, een mat. Alsjeblieft, smaak. En tijdens dat dessert probeert Johan van der Lanotte nog een basketploeg in Oostende te redden. Om 2 uur moet hij noodgedwongen stoppen met bellen. Er ligt een nieuwe stelling op hem te wachten.